Goedemiddag iedereen en welkom bij Pixifreds Dieren. Bon après-midi à tous et bienvenue chez Pixifred Animaux. Een video van de kleintjes. Ze zijn nu 47 dagen oud. En ik zal het eerlijk toegeven, we zijn er veel verloren. Heel veel. Van gisteren en vandaag alleen al 2 Leucis albis en 6 wildkleurige kleintjes. Ik heb er hier nu in totaal, hier zie je er 10 die zich heel goed ontwikkelen. Ze worden een groter en groter. Spijtig genoeg kun je dat niet goed zien met de camera. Dat worden echt mooie beestjes, ik zal het zo zeggen. En hier is het bakje met de beestjes die minder kans maken. Ze zijn kleiner. Ze ontwikkelen zich niet goed, ze eten niet goed, ze groeien niet goed. We geven hen nog een kans, maar het ziet er eerlijk gezegd niet goed uit. Donc, j'ai fait un tri. Au lieu de faire un tri par couleur, j'ai fait un tri par croissance. Ici, c'est les petits qui ne se développent pas très bien. Ils sont beaucoup plus petits, ne se nourrissent pas bien, ne grandissent pas bien, ne se développent pas bien. Et donc, honnêtement, ont une grande chance de ne pas survivre. J'en ai perdu au total depuis hier 2 leucis, 2 albis et 6 sauvages. La nature commence à faire son travail. Et alors ici, nous en avons 10 qui se développent très bien. Pour les gens qui sont intéressés, ils savent voir sur la page, sur le groupe Axo World. Sur Facebook, nous avons un groupe Axo World. Axolotl des animaux fascinants. Là, vous pourrez regarder et suivre toute leur évolution. Dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn, we hebben een groep op Facebook, Axo World, Axolotl des animaux fascinants. Daar kun je hun groei dus volgen. Ik zal er straks nog foto's op posten ook. We zijn daar heel actief op, dus die de mensen die geïnteresseerd zijn. Zeker een kijkje nemen, pour les gens qui sont intéressés, certainement aller faire un petit tour, ça vaut la peine. Hier hebben wij nog 1, 2, 3, 4 wildkleurige en de rest is Leucy Albi. Bij de beestjes die zich heel goed ontwikkelen. We zullen zien met de tijd wat het geeft. On verra avec le temps ce que ça donnera. J'espère que ça ira. Voilà. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat ik jullie daarmee geholpen heb. J'espère que je vous aurai aidé. Dus zeker doen, voor de mensen die geïnteresseerd zijn, een kijkje komen nemen op de groep. Meer dan welkom. Pour les gens qui sont intéressés, vous êtes plus que la bienvenue. Venez faire un petit tour sur le groupe sur Facebook. On vous accueillera avec beaucoup de plaisir. Een video van de ontwikkeling. Ik hoop dat het u geholpen hebben. Als jullie vragen hebben, mogen ze altijd stellen in de commentaar. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Wij wensen u een prettige namiddag en tot de volgende keer. Nous vous souhaitons une très bonne après-midi et à la prochaine!